Bibs is niet echt een chockerende naam. Dan zou je kont of weet ik veel wat moeten nemen. Maar Bibs klinkt gewoon lief. Toch? Een beetje. En het is niet seksistisch daarom. Ja, het is natuurlijk maar de manier waarop je zoiets... maar goed, hoe lang bestaat de Bibs? Ruim 2 jaar, ja. Hebben jullie in 2 jaar een aantal opnames gemaakt? Platen of cassettes, demo's, dat soort? We hebben diverse cassettes uitgebracht die van minimale kwaliteit waren. Verleden jaar een single. En net afgelopen december is onze tweede single uitgekomen. En die heel goed verkocht is tot nu toe. Waar is die single opgenomen? In de klankstudio in Tegelen. Hoeveel nummers staan erop? 2. En die gaan jullie rondsturen, behalve dat die in de winkel te kopen is, neem ik aan. Gaan jullie er ook rondsturen naar zalen en concertbazen? Nou ja, vooral naar zalen waar we nog niet hebben gespeeld en zo. Want, Je gebruikt altijd een deel als promotiemateriaal natuurlijk. Maar is er nog belangstelling voor deze muziek? Nou, schijnbaar wel, want wij spelen 35 keer per jaar. En, belangstelling? We zijn net op tour geweest in Duitsland. In Duitsland leeft er veel meer. Daar heb je een heleboel punkplaatjes en zo. Mm-hmm. In ieder geval is de belangstelling voor ons er wel. Of de belangstelling voor de muziek is, dat weet ik niet. Maar voor ons is het wel. Jullie doen vaak mee in talentenjachten. Jullie hebben 2 keer meegedaan aan de Roos van Nijmegen. Aan de grote prijs van Nederland. En de grote prijs van Deest. Betekent dat jullie jezelf nog altijd als talenten beschouwen? Wanneer worden jullie een professionele band? Nou, ik ben nooit geweest. We zijn nog steeds een ontwikkeling. En dat willen we toetsen aan de hand van... prijzen. Dus, die prijzen kunnen we gewoon gestolen. We hebben besloten nooit meer mee te doen aan de competitieve muziek. Dat hebben we helemaal niet besloten. Dat heb ik besloten. Deze. Dit is jullie debuut voor televisie in Nijmegen, neem ik aan. Jullie spelen nog een nummer. Jullie kunnen vast gaan staan. Hartelijk bedankt voor het spelen en het interview. En kijken naar Troja. Eens gelijks. Ja, spelen!